Hoi, Robin hier en welkom bij aflevering 8 van Robin's Talk. Voordat ik uh, ga beginnen met de aflevering wil ik wat zeggen. Dan wil ik zeggen dat ik waarschijnlijk vandaag wat minder enthousiast ben als wat ik normaal ben. En dat ik wat uh, meer moet lezen wat ik heb opgeschreven. Helaas uh, heb ik net voor het weekend uh, voor de tweede keer COVID opgelopen. En daardoor is mijn keel ja, gewoon niet zo heel best. En ook mijn geheugen die uh, laat mij daardoor in de steek. In ieder geval ga ik wel mijn best doen. En ja, we gaan wel zien waar we gaan eindigen. En dan is het uh, tijd uh, om uh, verder te gaan met deze aflevering. Uh, de aflevering waar Jure sowieso in de finale staat. Waar niemand naar huis hoeft. En de aflevering waar ook kandidaten vast vragen voor de toekomst in moesten vullen. Wat uh, heel erg interessant was om te zien. Maar voordat we daarover gaan praten, gaan we eerst door naar onze community. De community poll heeft. De afgelopen keer 26 stemmen gehad en verrassend genoeg is Jurg gedaald naar 50%. Daniel is gestegen naar 26%, Ranomi is iets gestegen naar 19% en Soy die is uiteraard ook wat gestegen omdat Anke het spel heeft moeten verlaten. En het is ook wel verrassend dat Jurre juist nu heel veel minder wordt verdacht en Daniel juist meer. Ik ben benieuwd hoe het de komende aflevering gaat lopen. In ieder geval wil ik voor nu jullie bedanken voor de stemmen en onder het community tapje op dit kanaal staat er weer een nieuwe poll voor de afgelopen aflevering. Wie jullie verdenken naar aflevering 8. Dan hebben we ook nog een aantal reacties gehad onder de video. Te beginnen met Renata. Daar geeft ze aan dat Jurre het geld achter heeft gehouden omdat hij daar notities op heeft geschreven. En ik dacht eigenlijk dat in eerste instantie dat hij een, een notitieboekje heeft gepakt, eh, had gepakt. Uh, nadat ik het stukje nog een keer terug heb gekeken... bleek inderdaad dat hij dus zijn aantekening op het geld heeft geschreven. In ieder geval wel heel erg slim dat hij dan echt zijn geld niet uh, wil afgeven. In ieder geval dankjewel daarvoor voor de verbetering. Dan hebben we Anja. Zij gaf aan dat Soy weer veel tijd voor praatte. Uh, waardoor de anderen inderdaad geen tijd meer over hadden... om uh, eventuele overleggen en dergelijke mogelijk te maken. Ja, dit zou zo gedaan kunnen worden door de montage... Maar ja, als we door de afleveringen heen kijken, zien we ook gewoon dat soy gewoon best wel veel aan het uh, woord is. Dus het, ja, het zou uh, beide kanten op kunnen gaan. En dan uh, hebben we Emily met de Ranomi Hintze Theorieën. En zoals ik uh, de vorige keer ook zei, ben ik blij met de Hintze Theorieën. Want uiteindelijk uh, doen we het met z'n allen. En natuurlijk is het ook wel een beetje fijn om uh, mijzelf niet helemaal in te graven in de jurretunnel. En de eerste reactie, en die heb ik nog niet helemaal nagezocht, en misschien dat er nog wat beter uitgelegd kan worden, want dat is mij momenteel een drama. Um, was dat Hanomi het heeft over de mogelijkheid dat Jurre een ontmoeting had met zichzelf. Zij zegt: Ik denk dat hij iemand heeft gezien. Ja, bedoel je dan dat Jurre hem heeft gezien? Of bedoel je dat Ranomi hem heeft gezien? Ik ga even uit dat het uh, laatste uh, geval is geweest. Dus laat me weten in de reactie. Want dan wist ze maar ook weer duidelijker. En dan uh, de andere reactie. Uh, volgens mij kan ik niet heel goed tellen. Maar ik zag er dus vier in één staan. Maar volgens mij zijn het er drie. Ik moet zeggen dat deze ook wel heel goed gevonden is. En, ja, en als ik dit zo lees hoop ik eigenlijk ook steeds meer dat ze de mol is. Want de hints richting haar vind ik toch echt wel heel bijzonder. En eigenlijk ook nog best wel heel sterk. In ieder geval was er in de vorige aflevering weer een zwembad te zien. En de Mol sluit de ontmoeting met je af met: Naar mij. In de aflevering kwam 050 in beeld en dat is het netnummer van Groningen. In het Gronings zijn de woorden: Naar mij, normi Wat een anagram is voor Ranomi. Dankjewel in ieder geval weer voor jullie en theorieën. Als jullie ze in deze aflevering ook weer hebben, laat het vooral weten in de reacties. En dan neem ik ze mee in de volgende aflevering. En dan is het tijd om aflevering 8 te gaan bespreken. De titel van de aflevering was Brandpunt. Ja, daar valt eigenlijk niet heel veel over te vertellen. Het zal daarom ook waarschijnlijk wel een iets kortere aflevering worden van Robbers Mol dan normaal. Um. Ja, Brandpunt was of is volgens mij nog steeds een programma op tv. En daar wordt uh, natuurlijk journalistiek uitgevoerd. En wie doet dat dus ook? Wie is dus een onderzoeksjournalist? Dat is natuurlijk Daniel. Dus het zou naar Daniel kunnen wijzen als hint. En dan een van de omschrijvingen. Van brandpunt is ook wel midden of middenpunt. Deze is misschien wat vergezocht, maar dan is het nog, het zou een hele goede kunnen zijn. Tijdens het uh, einde van opdracht 1 stond, uh, stond Daniel in het midden, tussen Ranomi en Zoe, en mocht hij ook als middenste, mocht hij die envelop openmaken. En dan Ranomi, welke in opdracht 2 in de laseropdracht het dichtste bij een brandpunt stond. En dat brandpunt was natuurlijk het bakje waar het geld in lag die werd ontstoken als ze het geld niet op tijd eruit hadden gehaald. En zij was ook de enige die dus überhaupt geld uit de kooien heeft gehaald. In ieder geval tot zover... De titel van de aflevering en dan gaan we door naar opdracht 1. Opdracht 1 is genaamd focusgroep. De opdracht waar ze 2000 euro konden verdienen, maar uiteindelijk Jurre met de finale vrijstelling er vandoor ging. En bij de titel van deze opdracht schoot mij tegelijk wat binnen toen ik het hoorde. En tijdens de workshop werd verteld dat de focusgroep eigenlijk was tussen de 100 en de 400 mm. En 100mm was gewoon een foto van ver weg en 400mm was natuurlijk een foto van dichtbij. En in mijn opzicht was dit een best wel een goede hint richting Ranomi. En de reden daarvoor is eigenlijk omdat haar, tussen aanhalingstekens focusgroep, tijdens het zwemmen lag tussen de 100 en de 400 meter vrije slag. In deze opdracht is het dan ook belangrijk voor de mol om te winnen. Dit zodat uh, de kandidaten geen geld in de pot kunnen spelen en eigenlijk ook geen uh, finale plek kunnen krijgen. Ja, en er is eigenlijk één persoon die uh, deze opdracht tot in uh, perfectie heeft uitgevoerd. En het leek er dan ook op dat uh, hij uh, alles tot. Uh, <laughs> sorry voor de slechte grap. In de brandpuntjes uh, heeft voorbereid. Natuurlijk uh, wil je als Mol het liefst uh, de envelop pakken met de vrijstelling voor de finale. Tenzij je weet dat er nog een twist komt uh, aan het einde van de opdracht. Dus Jure kan eventueel anderen laten kiezen. Dit is uh, natuurlijk uh, risicovol, want je moet natuurlijk ook nog de opdracht winnen. En zoals je kon zien, uh, heeft hij dat ook uiteraard gedaan. En dan zie je ook zijn reactie wanneer hij weet dat hij de vrijstelling voor de finale heeft gewonnen. je hebt zoveel geluk. Wat? Oh my god, nee! Oh, ik zit in de finale! Oh my goddy! Ja, zoals uh, Soy ook al zei, het is een behoorlijk uh, slecht stukje acteerwerk. En het deed me ook een beetje denken aan even rond vorig jaar toen hij in de opwacht zat dat hij twee jokers kon winnen volgens mij. En ik ben heel even zijn naam kwijt. Maar dat hij uiteindelijk met geld er vandoor ging. En dan de reactie van Evan was dat hij heel erg boos was. Toen had ik echt zoiets over: ja, hij is gewoon de mol, het kan niet anders. En dan heeft Daniel ook nog een beetje een onmerkelijk iets. van hoe kan je dat in vredesnaam verprutsen? Voor de opdracht gaf hij dit nog aan. en dat was bij de workshop. Ik was heel blij dat, dat deze camera werd ingesteld op een soort van automatische stand. Gewoon een beetje drukken en schieten. in de hoop dat je maar iets moois schiet. Ze mochten dus. De foto's schieten op automatische stand. Bij zijn eerste foto's kreeg hij het niet voor elkaar om de, de dieren gefocust te krijgen. Nou, ik heb geprobeerd een beetje op die giraffe een beetje mooi te fotograferen en een beetje scherp te stellen. Maar ja, in alle eerlijkheid, het lukte gewoon totaal niet. Maar uiteindelijk heeft hij aan het einde van de opdracht toch nog een, een 7,5 kunnen krijgen. En de foto's waren bijna technisch goed uitgevoerd. En voor iemand die nog nooit de camera heeft vastgehouden is dat natuurlijk wel heel erg goed. En bijzonder zoals hij het zei. In ieder geval tot zover opdracht 1. En dan gaan we door naar opdracht 2. Opdracht 2 was ook al een vuurproef genoemd. De opdracht waar ze 3000 euro konden verdienen. Maar door ranomi eigenlijk een bedrag van 2250 euro hebben binnen kunnen halen. Ja, deze opdracht was ook wel heel bijzonder, want hij had natuurlijk anders kunnen gaan als ze de laatste vijf vragen van de test daarvoor natuurlijk niet hadden gehad. Want iedereen wil natuurlijk proberen om zijn vragen goed te laten beantwoorden. Zodat er niemand naar huis zoekt. Het maakt het dus allemaal wel een stukje leuker. En tijdens deze vuurproef hebben Soy en Ranomi alles doorstaan. En zou dus de titel op hun kunnen slaan. Ook gedurende deze opdracht probeert Soy natuurlijk zijn medekandidaten af te schieten. Om natuurlijk, zoals ik net zei, zijn vragen goed te kunnen beantwoorden. Niet op nul levens terechtkomen. Ah, fuck! Je bent wel geraakt hoor. Ik zou haast willen zeggen dat dit gewoon echt geen molactie is. Want hij komt er sowieso openlijk vooruit. Dus ja, weet je, het laatste beetje sooien wat er nog overbleef. Wat naar hem zou kunnen verwijzen als mol, dat is gewoon verdwenen. En ook Ranomi deed echt haar uitstekende best om geld binnen te krijgen. Ja, en zij worden daar dus eigenlijk niet meer verdacht. Dus dan blijf je weer over bij... Jurre en Daniel. In ieder geval tot zover vandaag de opdrachten. Ja, dan zijn we alweer aangekomen bij de afsluiting van deze aflevering. De aflevering waar natuurlijk Jurre de finale plek heeft kunnen krijgen. En niemand het spel heeft hoeven verlaten. En uiteraard volgende week eigenlijk de derde opdracht wordt uitgevoerd. Waarvan ze de vragen deze aflevering nog moesten maken. En eigenlijk is mijn verdachte lijstje ook niet veranderd. Ten opzichte van de laatste keer. Zoals een hele hoop mensen heb ik... Deze aflevering allemaal punten op Jurre ingezet. Want ja, sorry, het waren gewoon makkelijke punten. Maar voor de volgende aflevering zal ik het ook gewoon inzetten op Jurre en Daniel. Ook al ben ik bijna zeker dat Jurre de mol is... Dit is nooit slim om nu al op één persoon te gaan zitten, want wie weet ben je dus de volgende aflevering, ben je al je punten kwijt in de mol hebt. Ja, laat me weten in de reacties wie jullie verdenken, wie de mol is. En je kan natuurlijk ook stemmen wie de mol is onder het community tapje op dit kanaal. Ja, dat is waar ik het voor nu ook bij gelaten. Ik hoop dat ondanks alles jullie toch nog hebben genoten van deze aflevering. Als je dat hebt gedaan, laat een like achter en vergeet niet te abonneren. En als je bent geabonneerd, vergeet niet het belletje aan te zetten, zodat je bericht binnenkrijgt wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En dan zeg ik voor nu. Uh, later.